Dag dames en heren, eerst en vooral geef even een duimpje omhoog op deze video en laat zeker en vast ook een reactie achter onder deze video. En als we naar buiten kijken, wel dan is het nog steeds 50 tinten grijs en dat is eigenlijk niet anders vanavond en vannacht. Nog steeds hangt er vrij veel bewolking in de lucht. Ja, van tijd tot tijd zijn er ook buien mogelijk die van noordwest naar zuidoost trekken. Dus het kan ook af en toe wat licht gaan druppelen. Geen zware buien of zo, nee, gewoon een malse regenbui. En in het noordoosten, daar is de kans het grootst dat u eventueel nog een opklaring kan meepikken. En dan zijn dit de zachte minima, een 5, 6, ja, lokaal zelfs 7 graden in het noorden van Nederland. En dan morgen wel... Ja, eigenlijk weinig verandering. We spreken van continuïteit. Dat wil zeggen dat we nog steeds licht wisselvallig weer hebben met buitjes die van noordwest naar zuidoost trekken. Zoals gezegd, geen zware exemplaren. Tussendoor wat droger, eventueel ook met een streep zon daarbij, maar dat zal weinig voorstellen. En de maxima morgen die zijn ja, ongeveer normaal hoor. Een 5, 6, misschien nog 7 graden. Dat strookt wel met de normale waarden voor deze tijd van het jaar. Een 2 à 3 graden boven de Ardennen, waar de neerslag eventueel ook wat winters kan zijn. En daarna, wel op maandag is het grijs, met voor de middag wel nog droog weer. Na de middag gaat het dan licht regenen vanuit het noordwesten, bij een 4 tot 9 graden. Dan moeten we even opletten op dinsdag, want er gaat een fel windveld komen te staan door een laag drukgebied die zich eigenlijk richting de Duitse bocht en richting Duitsland beheeft. Met andere woorden, veel wind, vooral aan de Noord-Hollandse kust, aan de Friese kust en aan de Groningse kust. Daar echt wel opletten voor windstoten tot 100 km per uur. Of zelfs meer. Elders aan de kustgebieden verwachten we windstoten tot 80 à 90 km per uur. En dan boven het binnenland van Nederland zijn dat ongeveer rond een 80 km per uur. En boven België zelfs maar rond een 60 km per uur. Dus grote verschillen door een stormveld die vanuit het noorden de binnenlucht zal gaan beïnvloeden. Maar dus toch wel, vooral de noordelijke delen moeten echt wel uitkijken voor die wind. Verder is het licht wisselvallig weer met buien. Boven naar daar een winters met een 5 tot 8 graden. En dan woensdag lijken die buien overal in de binnenlux een winters karakter te kunnen krijgen. Aan zee, vooral gemengd met korrelhagel, dieper het binnenland in. En vooral hoe meer richting het oosten, hoe meer daar ook een vlok natte sneeuw kan bijzitten. En boven daar dan gaat het gewoon om ras echte sneeuwbuien met daar plus 1 graad. Elders een 5 tot 6 graden. En dan ja, de dagen erna wel. Donderdag is het nog winters wisselvallig. En daarna zou het geleidelijk aan opnieuw wat zachter worden. Met nog steeds overwegend normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Ziezo, ja, en ook daarna wel. Waarschijnlijk moeten we wachten tot 15 januari. Eer er opnieuw kans is op iets structureels qua winterweer. Dus dat is toch nog even geduld uitoefenen. En ja... Uitzitten zou ik zeggen, toch voor de winterliefhebber is het nog steeds even afwachten eer er echt wel interessante weerkaarten beginnen komen. Maar op dit moment, goed, ze zijn interessant, maar van echt ja, diep winterse prognoses kunnen we op dit moment zeker en vast nog niet spreken. Ik wens u alvast een hele fijne zaterdagavond toe en heel graag tot woensdag voor een nieuw weerbericht. Heel graag tot dan. Dag.